Kijk maar deze leuke boodschappen shopvlog. En zoals jullie al weten, weer bij de picknick. Want ja, we doen tegenwoordig alleen maar online bestellen bij de picknick. Super. En als deze... aanstaande donderdag moet ik naar de voetenbank. Of laat het zo zeggen, naar de dokter. Dan gaan ze... ingegroeide teennagel verwijderen. En daarna ga ik lekker op vakantie. Nou, ik ga even snel laten zien. Want er zijn ook weer een aantal dingen die in de vriezer moeten. Mijn moeder heeft ook alweer iets voor die twee kleine mormels, die twee kleine ratten. Andijvie, maar dat is voor, maar het is een geintje. Het zijn geen ratten, maar het zijn twee kavia's. Dus andijvie, de bier, broccoli, spessiebonen. Dan heb ik hier vanillevla, dat vind ik altijd wel lekker. Kannemelk. Magere yoghurt. 4 keer. Dat zal ik jullie zo meteen laten zien. Snijworst. Boterhammenworst. De melk, 2 keer zeebiscuitjes, ook altijd lekker. Dan hebben we hier wortelen. En dit is bleekselderij. Voor de kavia's. Nou, dat is ook lekker, denk ik. Ik weet niet of het lekker is. Ik eet bijna geen fruit. Het is geen fruit, het is groente. Nee, maar in ieder geval groente en fruit eet ik bijna niet. Of laten we het zeggen, helemaal niet. Groente eet je wel. Fruit eet je weinig. Oh ja, andersom. Ha! Ik zeg altijd alles verkeerd. Ik eet geen fruit. Wat is het nou? Fruit? Appels, bananen. Ja, nee, ik zeg een paar dingen door elkaar, maar goed. Maakt niet uit. Krijg je het erop? Varkens, dan hebben we hier 4 zakjes kaassaus. Is altijd handig als je wat in huis hebt. De cola. 2 keer. De appelmoes. Dan hebben we hier appelsap. Rooibos thee. Aardappels. Brood. Ja, dit is niet goed.
Nou, het zijn maar twee zakjes. Ja. Maar wel lekker. Apenkoep en die fruitduo. Appelsientje. Dus dat. Schoonmaker zijn. Dat is voor de koffiezetapparaat. Voor de badkamer tegen ons. Oh, oké. Okay. Dus die vier stuks. Nou, dat was het. Ja? Ja. En dan ga ik jullie nu nog even alles laten zien. Alles in de. Kijk, en dit is gewoon vier pakken magere yoghurt. Dus, nou dat is het. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video, naar deze boodschappen shopvlog. Vergeet niet allemaal een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal, dat zal ik ontzettend leuk vinden. Nou, hey, tot ziens allemaal.